Mirjam Bikker dus in plaats van Carola Schouten. Ja, ja, absoluut. Ik herken de woorden. Bedrijfsleven. Nederland is de Nederland. Ja, eigenlijk nog zelfs. Er is ook wel kenmerk, denk ik, dat ondanks dat hij... Ja, zeker, want ik vind het... Er andere mensen op die rol op zich kan, nemen. Ja. Iets anders. En dan maar denk het is ik natuurlijk ook voor je autonomie, voor je gevoel van eigenwaarde... dat je geen zin hebt om ergens verzorgd te worden. Nee, maar dat komt hem... Daar dan op, plank. Om haar lekkende Den Haag. Ja. 8 weken lang. Bank voor Nederland. Ja, dat kenmerkt deze persoon. En... Ja. Slecht nieuws voor Joe Biden. Een speciaal aanklager gaat onderzoek doen naar de vondst van vertrouwelijke overheidsdocumenten bij hem thuis. En dat brengt hem in politieke verlegenheid, notabene aan het begin van een cruciaal jaar in zijn presidentschap. Bij hem in de garage. Ja. Echt moment wat dat betreft. Nu heeft hij natuurlijk nog wel meer dingen die hem een beetje tegen zouden kunnen zitten in die campagne. Namelijk zijn eigen zoon. Dus, zeggen de Republikeinen... Volgt er een uitspraak. De rechtbank in New York die maakt een strafbekend in een proces tegen de Trump-organisatie. Een verandering brengen. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, kijk. Zijn dan toch de volgende president? Ja, kijk, in Nederland is... Inderdaad. Nou, het is iets wat we het komende jaar natuurlijk in de gaten gaan houden.